Goedemiddag op deze woensdag. Het is vandaag 23 augustus. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Nog steeds warm. Ik vind het ook steeds benauwder worden. Gisteren ook joh, met koken en eten. Nou, het zweet droop van mijn gezicht af. Was echt heel vies. Maar ja, zoals ik al zei, vorige week al van we gaan weer de betere kant op. Ik zie dat ik iets vergeten ben. Ik ben mijn sieraden vergeten in te doen. Dat ga ik zo eerst eventjes doen. We gaan natuurlijk nu wel weer de kant op dat het straks wel wat afkoelt. En daar ben ik ook wel aan toe. Dus dat vind ik wel fijn. Ik heb gisteravond weer gewoon naar Waar gaat het over? En de BNB Vol Liefde gekeken. Ja, nog drie keer en dan is het klaar. Van het weekend hebben we het ook nog. Dan hebben we nog een reunie en het einde. Dus zaterdag weten we dan hoe het eindigt. En dan heb je zondag de reunie. Dus ik ben op zich ook wel benieuwd. Ik heb nog even gegamed. Daarna ben ik de vlog gaan afmaken. Die is klaar. De foto's zijn bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken, want die vond ik niet mooi. Dus dat moet ik nog wel even doen. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken. Daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. En begonnen weer met de jacht. En dat heb ik ooit al wel een keer gezien. Maar ik vond het wel leuk om nog weer een keer te bekijken. Dus dat eigenlijk. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dat is ook gewoon een superleuk boek wat je moeilijk weglegt. Dus dat vind ik altijd wel superleuk. Ik heb mijn nieuwe pakket van de T-Mobile al binnen. Die is al bezorgd. Dus die ga ik zometeen ook eventjes uitpakken. En dan ook gelijk maar even op zijn plek zetten. Dan kan die andere box ook gelijk morgen opgestuurd worden. Ik denk dat vind ik dan net zo makkelijk. Dan ben ik er ook gelijk weer vanaf. Dus dat is snel gegaan. Dat had ik niet verwacht dat het zo snel ging. Ik kreeg gisteren al wel een mailtje van dat het verstuurd was. Maar toen was het eerst nog niet bij DHL aangekomen. Toen kreeg ik uiteindelijk toch een melding dat het al kwam vandaag. Dus dat is natuurlijk wel super fijn. Ik heb ook nog een heel erg mooi cadeautje wat ik eventjes aan jullie wil laten zien. Ja, dat heeft te maken met mijn opa. Dat ga ik jullie zo even uitleggen. Ik ga zo meteen de borrel doen. En dan ga ik even het pakket weer inpakken. En nog eventjes in mijn bullet journal aan de gang. Maar ik ga jullie eerst eventjes die mooie herinnering laten zien. En dan zal ik even het T-Mobile pakket uitpakken. Want ik ben zelf ook wel benieuwd wat erin zit. Ik ga eerst even mijn sieraden in doen en dan zal ik het eventjes laten zien. Zo, toch maar even de lamp aangedaan. Aangezien het toch wel weer erg donker is. Nog steeds natuurlijk vanwege de warmte. Eventjes beginnen met het aandenken. Mijn vader bracht dit gisteren mee. Bij het condoleanceregister van mijn opa stond dus een glazen blokje wat verlicht was. En dan zagen we de foto in van mijn opa. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is mij in het begin niet opgevallen. Ik zal even de camera iets omhoog zetten. Ik heb er helemaal niet op gelet, totdat Nathalie op een gegeven moment tegen mij zei, heb je dat blokje gezien? Ik zeg, hè, blokje? Nee, dus ik had het niet gezien. Toen alles achter de rug was inderdaad, toen ging ik kijken en toen zag ik dat blokje staan. Daar had ik nog geprobeerd een foto van te maken, want ik wist dus niet precies hoe het zat. Want ik dacht, ja, misschien is het een soort van dia. Dat was dus niet het geval. Het was dus echt een glazen blokje waar de foto van mijn opa in zat. En ja, die kreeg mijn vader dus mee en toen konden we die dus blijkbaar nabestellen. Dat hebben we dus gedaan. Dus ik zal hem er even bij pakken. Hij zit in dit doosje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien hoor, want het is natuurlijk zo donker. Maar ik zal hem zo ook even aandoen, dan kun je het wel zien. Ik moet hem nog even een mooi plekje geven, want ik weet nog niet precies waar ik hem neer ga zetten. Omdat ik ook een beetje bang ben dat de katten soms, als ze wild zijn, hem om zouden stoten. Het is dus gewoon zo'n blokje. En als je dan heel goed kijkt, zit hier de foto in. Moet ik hem zo houden. Van mijn opa. Die hebben ze daar ingegraveerd. Nou, en daar zit dan ook een lichtbron bij. Goh, ik word steeds donkerder. Wat een ellende zeg. Kijk, er zit dit lichtbronnetje bij. Daar zet je hem dan op. En dan gaat dat branden. Ik zal dat gelijk even laten zien hoe dat eruit ziet. Dan heb je er een idee van. Ik geloof alleen niet dat de camera dit heel goed vaststelt. Maar als je heel goed kijkt, zie je dus hier de foto van mijn opa in zitten. Dus dat is dus het idee achter dat blokje. Ik ga heel even muis weghalen, want dat vertrouw ik niet. Maar zo ziet dat er dan uit. Maar ja, het is een beetje lastig vast te leggen op camera. Maar dit is dus het idee erachter. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een heel dierbaar cadeau nu. Ik
denk niet dat jullie het heel goed hebben kunnen zien. Maar zoals ik al zei, het is een beetje lastig vast te stellen. Ik ga dit een heel mooi plekje geven in huis. Ik moet nog even kijken hoe en wat. Want je zag al gelijk dat muis erbij kwam. En ik snap het, want het is interessant. Het brandt. Dus, maar dat is wel heel dierbaar. En ja, dat vind ik wel echt super mooi. Dus die gaat een heel mooi plekje krijgen in huis. Ik ga hem nu eerst even weer heel netjes opbergen natuurlijk. Dan zal ik even die doos van T-Mobile erbij pakken. Dan kan ik die even uitpakken. Want ik ben zelf ook wel even benieuwd wat erin zit. De doos is op zich wel groot. Ik hoop alleen dat het oude kastje erin past. Want die is ook best flink. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Die nieuwe apparatuur. Dan moet ik even met de inloggegevens weer gaan activeren. Dat is top. Ik heb gelukkig al een antwoordnummer gekregen gisteren in de winkel. Dus dat scheelt. Oké. Zo ziet het eruit. Het is inderdaad echt een kleine kastje. Maar zal ik straks even laten zien. Ik heb nu een Amino Adria. Dat zal wel. Dat hoor je niet als het maar werkt. Hele lange kabel. HDMI en deze. En gewoon de batterij, die is verder niet veranderd. Dan is dit het kastje. Nou, die is inderdaad lekker een stukje kleiner. Ik zal straks ook even een grote laten zien. Dat kan ik trouwens gelijk even doen. Ik zal ze even op elkaar zetten. Dan kun je gelijk even het verschil zien. Kijk, dit is wel even een verschilletje zo. Het is het box van groot gaat maar naar kleiner. Dus dat is op zich wel lekker. Dus die ga ik zo gelijk ook eventjes aansluiten. Ik ga even muziek aan doen en dan ga ik ook even aan de schoonmaken. En dan zal ik hem even aansluiten en die straks gelijk weer inpakken. Is het kastje net wat kleiner, staat ook wat mooier, dus ja, ik ben er wel blij mee. Het doet het ook allemaal al, dus dat is top. De afstandsbediening is verder wel hetzelfde gebleven, maar het probleem is in ieder geval niet meer dat Mickey er nu op kan gaan zitten, want daar is hij te klein voor, dus dat is wel fijn. Zo, alles is lekker klaar. De katjes hebben ook net lekker gegeten. Ik moet alleen nog even het water opruimen van het schoonmaken, maar dat doe ik straks eventjes. Nou heb ik gisteren wel een adres gekregen waar het weer heen moet. Maar blijkbaar moet ik een retouretiket hebben. Die heb ik dus niet. Er staat ook niks van over in de doos. Dat vind ik allemaal een beetje raar. Nou probeer ik in te loggen bij mijn T-Mobile thuis. Dat ziet hij niet. Dus ik vind het allemaal een beetje gek. Maar ik heb ook gewoon geen retouretiket gekregen. En dat is allemaal een beetje vaag. Want ja, als ik het nu opstuur, zien ze natuurlijk niet waar het vandaan komt. Dus daar moet ik nog even achterheen. Dus moet ik even kijken of dat lukt. Maar verder is het in ieder geval allemaal schoon. Ik vind het kastje ook wel heel mooi staan, zo wat kleiner. Het geeft allemaal net weer wat meer ruimte. Dus dat is allemaal wel heel fijn. Dus ja, daar moet ik dan nog eventjes achterheen. Maar verder is het lekker dat alles schoon is. Ik heb nog eventjes wat aan mijn bullet journal gedaan. Maar ik merk toch wel dat het heel warm is om nu echt heel...
intensief bezig te zijn. En als je dan hebt schoongemaakt, dan ben je natuurlijk al intensief bezig. Wat al, ja, waar je het al best wel warm van krijgt. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes nog lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer, waar gaat het over? En de BNB Vol Liefde, denk nog even gamen. De vlog moet geüpload worden. Moet nog even checken of alles goed is gegaan. Ik moet eventjes een thumbnail maken. En dan ga ik mijn blogpost schrijven waar ik dus nog even een nieuwe video voor of foto voor moet maken. Dan ga ik verder met Onder Vuur, dus de laatste aflevering. En daarna weer met de jacht. En dan ga ik nog even een stukje van mijn boek lezen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning voor vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nog eventjes achter dat label aan. En verder ga ik toch niet zo heel veel meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 24 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net eerst even een alarmlabel uit mijn jurk geknipt, want ik heb deze nu voor het eerst aan. Maar ik zag dus dat er nog zo'n alarmlabel in zat. Ik denk, oh, die moet er eerst eventjes uit voordat ik overal afga in de winkels. Dat is natuurlijk niet zo handig. Want volgens mij laden die weer op of zo als je ze er niet uithaalt. Maar goed, die heb ik er eventjes uitgehaald. Gisteravond, het was nog eventjes een beetje gedoe. Ik heb natuurlijk gisteren dat van T-Mobile allemaal ingepakt, want dat zou ik terug moeten sturen. Maar het werd me eigenlijk niet duidelijk waar het heen moest. Ik had dus wel een adres gehad vanuit de winkel. Maar ja, ik dacht als ik dat erop plak, dan weten ze niet waar het vandaan komt. Het bleek dus dat je dus zelf een label moest krijgen van T-Mobile om dat terug te sturen. Maar ik kon het niet vinden, dus ik had ze gebeld. Toen hebben ze eerst dat kastje geannuleerd. Die oude hebben ze nu geannuleerd, want anders zagen ze het weer als extra kastje. Dan moet je extra betalen. Het is gewoon ter vervanging van. En dan zou ik vanzelf een label krijgen, maar ik heb tot nu toe nog niks in mijn inbox. Dus ik kan hem nog niet wegbrengen, helaas. Ik hoop dan volgende week dat ik wat binnen heb. Nou ja, toen kwam het volgende probleem. Toen werkte het opnemen niet. Toen stond er ineens dat ik daar niet op geabonneerd was. Wat ik absoluut niet begreep, omdat ik dacht van, hè, ik neem toch op de cloud. Dat wordt dan toch overgezet? Nee, dat is dus niet zo. Weer gebeld. Ja, wat blijkt dus nu? Je kunt... ik kan hem pas morgen of zo aanzetten. Want die bestelling is nog niet helemaal voltooid. Nou, daar baalde ik ook een beetje van. Want ik denk, ja, dat vind ik wel een beetje vervelend. Want ik wilde Hudson en Rex opnemen. Nee, dat ging dus niet. Gelukkig wordt die zondag herhaald. Ja, aangezien je zondag weer de BNB Vol Liefde hebt, ga ik hem dan ook even opnemen. Dus dat was allemaal weer eventjes minder. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal wel gelukt. Ik weet nu ook weer hoe ik bij mijn T-Mobile thuis kan komen. Want als ik inlog op de app zie ik alleen mijn mobiele abonnement en niet meer mijn thuisabonnement. Moet je weer een apart account voor maken met een ander e-mailadres. Het is een heel gedoe. Ik vind het niet heel fijn hoe ze dat hebben opgelost. Dat was voorheen beter, maar ja, het is niet anders. Ik heb lekker waar gaat het over gekeken in de BNB Vol Liefde. En daarna, oh, muis, kijk even, ja, ik heb het volgens mij, muis had wat in haar oogje, heb ik even een spelletje gedaan, toen ben ik een thumbnail gaan maken, die ben ik vergeten op mijn telefoon te zetten, die moet ik zo even op mijn telefoon zetten, anders kan die niet op Instagram, mijn blogpost geschreven, artikel van Essence is bijna af, dat ging ineens super vlot. De laatste aflevering van Onder Vuur gekeken en we gingen er echt wel met een knaller uit. Ik ga niet vertellen wat er gebeurde, want er zijn misschien mensen die deze serie nog willen gaan kijken. Maar echt even het einde. Ik zag wel aankomen dat er iets zou gebeuren, maar dat dit zou gebeuren was wel echt dat ik dacht, wow, heel heftig. Ik ben heel erg benieuwd naar seizoen 3. Het komt als eerste komt het op de Belgische zender. En als ik dan in de gaten heb wanneer het komt, kan het ook wel zijn dat ik hem daar al ga volgen. Want dat heb ik ook. Alleen het nadeel is dan dat er geen ondertiteling, denk ik, bij zit. En het komt vanuit Oostende. En als er geen ondertiteling bij zit, begrijp ik het niet. Dus dat is nog even de vraag of dat lukt. Anders moet ik wachten tot volgend jaar dat hij op Netflix komt. En dat duurt nog heel lang. Daarna even de jacht gekeken. Toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen en geslapen. Ja, nu ben ik aan het wachten op bericht van mijn coach. Want ik weet niet hoe laat ze komt. Het is natuurlijk weer boodschappendag. Ik heb nog niks gehoord. Ik ga in ieder geval eventjes die foto op mijn telefoon zetten. Even de handwas aandoen met de kleden. En dan wacht ik het wel af. En dan neem ik jullie nog eventjes mee. Dus ja, ik ga het wel zien. Maar ik weet het nu in ieder geval nog eventjes niet. Dus nou ja, ik zie jullie sowieso later weer dan. Thank you.
Zo, terug van de boodschappen. Die nagels hier zijn helemaal berokkeld. Die moet ik straks even opnieuw doen, want ik wil morgen nog een video opnemen. Doe eens even mijn schoenen uit. Maar ik was bezig met dat, klepje van de batterij voor dat statiefje. Goed, ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. 2 keer chips. Die was 1 plus 1. Dan heb ik alvast voor mijn verjaardag binnen. Want in de week van mijn verjaardag is mijn coach met vakantie. Dus dan ga ik de boodschappen bestellen. Dan heb ik weer 2 keer de paasje. Die was 1 plus 1 gratis. Een broccoli. 3 keer het maandverband. Want die was nu, dat was 2 plus 1 gratis. Ik dacht, het is een goede actie nu. Want ja, ze zijn normaal best wel duur. Maar ik vind dit persoonlijk de beste. De toetjes. Frikandelletjes. En dan ben ik heel even bij de Praxis geweest. En daar heb ik dus eventjes een setje met pluggen en schroeven. Want ik wil van het weekend een beetje klussen. En ik weet niet, volgens mij had ik niet zo heel veel meer. En eventjes de plakspijkers voor het schilderij in de slaapkamer. Want ik kom gewoon niet door die muren heen. Dus ik dacht, ga ik voor die. Ik heb nu de 2 kilo gedaan. Dan hebben we boontjes in de aanbieding. Patatjes. En aardappeltjes, dan is 1 tasje leeg. Dan heb ik hier nog een flesje cola. De andere paasje, niet heel interessant. Een scharen set, mijn scharen die worden slecht. En deze kwam ik tegen bij de Lidl, die was 2,50. Ik dacht, nou die kan ik wel eventjes meenemen. Want ja, het is toch wel handig om een goede schaar te hebben. Dan heb ik een pakje met shootjes. Weer de kat ervoor van de Felix. Chocomel. Het kat ervoor ook weer. Slavinkjes. Dit topje was nu 1,50. Dan heb ik een keer aardappelkroketjes. Ik wilde graag de Rossi rondjes. Die zag ik niet. Die waren op. Dus toen heb ik de kroketjes gedaan. Ik had eigenlijk wel weer even zin in wat anders. Ik had natuurlijk steeds in gekruide partjes, maar ik had nu gewoon even zin in wat anders. Voor strakjes lekker hamburgertjes. En het laatste wat ik heb, dat zijn deze ijshoorntjes met een laagje chocola. Die zocht ik de laatste keer al. Toen waren ze niet binnengekomen, nu hadden ze ze. De katjes zijn nu even lekker aan het eten. Ik moet alleen eventjes deze nog aansluiten. Het statiefje zit er nu op, maar hij moet dus nog eventjes verbonden worden. Kan ik hem ook recht doen? Nee, want hij zit gelokt. Oké. Oh, dan moet ik draaien. Nou, daar moet ik allemaal nog eventjes aan wennen, jongens. Ik ga eventjes de boodschapjes opruimen. Dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Dan ga ik dus even mijn nagels opnieuw doen voor de video van morgen. Vandaag dubbel scherm, want Alex is ook om 8 uur. En ik ga even goed gewoon kijken naar waar gaat het over. En dan ben je vol liefde. Maar ik ga in mijn Ajax shirtje dus even de wedstrijd kijken in de hoop dat het wat wordt. Dan ga ik misschien nog even gamen, foto's bewerken, een nieuwe Netflix serie beginnen en verder met de jacht. En dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen, dus dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen, dat even opruimen en mijn dingetjes doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze... Moet ik heel even spieken. Vrijdag, het is 25 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even een video opgenomen. Wat is er, tijgertje? Kom maar. Ik heb dus even een video opgenomen met de Skyline paletten van Max & Moor. En ik had mezelf eigenlijk alweer een beetje zitten pushen. Want ik kwam er dus achter dat... ik moet heel even kijken wat er met tijgertje is, hoor. De video van de boeken die was verdwenen, die dus aanstaande dinsdag weer online moet komen. En toen zat ik mezelf wel heel erg te pushen. Oh, dat doe ik dan vandaag ook nog wel eventjes. Dan doe ik ook gelijk die video even. En ik denk nu, nee,
Dat ga ik gewoon morgen even doen op mijn gemak. Van wie moet ik dat nu vandaag doen? Weet je, ik wil zometeen eventjes lekker klussen. Ik ga dat gewoon lekker morgen doen. Morgen is er niet zo heel veel op de planning. En weer die nare lamp die springt aan. Dus ik denk, nee, ik hoef dat nu vandaag helemaal niet te doen. Ik moet daar mezelf ook iets meer de rust in gunnen. Om te zeggen van, nee, ik ga dat dan gewoon morgen doen. Want morgen kan het ook nog prima. Dus dat ga ik dan morgen eventjes doen. En in het vervolg moet ik hem eventjes gewoon beter opbergen in een mapje. Maar goed, dat doe ik dan morgen gewoon eventjes. Gisteravond heb ik, waar gaat het over, in de BNB voor Liefde gekeken. Ja, was op zich wel weer leuk. Daarna heb ik eventjes gegamed. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken voor de blogpost. Ik heb ook nog eventjes het statiefje geconnect, zeg maar, met de camera. Dus dat is ook wel lekker. Die kan nu gewoon, dat werkt allemaal, dus dat is fijn. Ik heb... Oh, daar moet ik even heel goed nadenken. Het artikel van Essence afgemaakt. Die komt aanstaande zondag online met het nieuwe assortiment, zeg maar, wat er aan zit te komen. En ja, dat was het dan eigenlijk ook wel. Toen ben ik een nieuwe serie gaan kijken. Dat heet Knock Off. Dat is ook een Vlaamse serie op Netflix. Die staat ook hoog in de top 10. Die was laatst uitgekomen. Toen dacht ik, oh, dat is wel een serie die ik wil volgen. Dus die heb ik aangezet. En nu, daarna, ben ik weer de jacht gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Maar ik was nu ook wel een beetje moe. Maar dat kwam gisteren natuurlijk ook gewoon met de boodschappen en zo. Maar prima. Ik ga even stofzuigen, de bakken doen. Ik ga eventjes een wasje aanzetten, want dat is wel nodig. En dan ga ik eventjes aan de klus. Ik ga sowieso even het plankje ophangen voor de foto's. En ik probeer ook eventjes dat doek in elkaar te gaan zetten voor de slaapkamer. En wat vandaag niet afkomt, kan ook eventueel morgen nog. Maar ik probeer in ieder geval eventjes een flinke slag te slaan. Dus daar ga ik jullie bij meenemen. Dus ik ga eerst eventjes een was aanzetten. En dan ga ik eventjes de bakken scheppen. De boodschappen moeten nog naar boven. Dus er zijn genoeg klusjes om te doen. Dus daar ga ik nu eventjes lekker aan beginnen.
Oké, deze hangt dus wel. Dat ging eigenlijk vrij goed. Ik heb er een foto in staan van opa en oma. Ik heb wel de foto gekozen die ik als laatste met opa heb gemaakt. Daar is die al wel wat zieker op. Ik heb ook nog een foto, daar was die minder ziek, maar die was ook al heel oud. Dus ik heb gekozen voor deze. Nou, zei, je kan er altijd later nog een foto naast zetten. En dat is ook zo. Het volgende project, dat was deze. Ja, dit ding. Het was toch nog best wel pittig. Dat ging niet zo van een leien dakje, maar die staat in elkaar. Ik heb nog niet die plaat erin, die staat nog hier. Zal ik het dopje zo eventjes opdoen. Je kunt het dus op twee manieren doen. Je kunt namelijk hem eromheen vouwen, dan zie je de lijst niet. Nou ja, dat heeft eigenlijk niet mijn voorkeur, want ik vond het juist zo mooi als je die lijst zag. Maar dan moet je hem dus bij gaan knippen. Dat zie ik eerlijk gezegd ook niet echt gebeuren. Dus ik moet echt even kijken hoe ik dat ga doen. Of dat ik het er anders gewoon omheen vouw. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar was ik het ook wel zat. Ik heb het heel erg warm. Dus ik dacht, nou, ik vind het voor nu ook wel goed. Ik heb in ieder geval dat plankje hangen. Ik denk wel dat er met de tijd nog eentje bij komt. Want ja, hier kan natuurlijk niet zoveel meer bij. Omdat de foto's... ja, dus recht moet staan. Ik zat even na te denken, is horizontaal of verticaal? Maar ik kom er even niet uit. Verticaal volgens mij. En ik had ze eigenlijk in de winkel bedacht rechtop. Maar ja, goed, omdat die foto's anders genomen zijn, ging dat niet. Maar die staat inmiddels wel, daar ben ik wel blij mee. En ja, het is dus gewoon een lijstje van IKEA. En er zit dus geen glasplaatje in. Maar goed, als de kat hem een keer om zou gooien, is het glasplaatje niet kapot. Morgen ga ik wel eventjes verder met dat schilderijding, want ik heb nu wel eventjes gehad. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. De was die draait nog, die is nog niet klaar. Ik heb inmiddels de ventilator 2 ook hier neergezet. Dan ga ik straks lekker eten als ik gedoucht heb. Vanavond kijk ik weer waar gaat het over in de B&B vol liefde. Ik ga nog even gamen, dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. En dan ga ik verder met Knock Off en CMC. En dan ga ik ook eventjes een nieuw boek uitkiezen. En ja, dat is eigenlijk de planning voor vanavond. Dan moet ik alleen nog even het wasje ophangen. Maar verder vind ik het wel goed. Ik ga de camera op de oplader doen, want die is leeg. Dan ga ik ook even het kaartje legen vanavond. Zodat ik morgen ook even de boekenvideo kan opnemen. En dan komt het morgen allemaal wel weer op zijn plek. Maar goed, voor nu heb ik het in ieder geval warm. En ik ben het wel eventjes zat. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ga een sprintje nemen. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is vandaag 26 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo meteen eventjes de boekenvideo opnemen. Want zoals ik gisteren vertelde, ben ik die beelden kwijt. Die moet dinsdag online. Gisteravond was eigenlijk gewoon weer een beetje basic. Ik heb waar gaat het over gekeken? De B&B vol liefde. Ik heb even gegamed en toen ben ik... mijn video in elkaar gaan zetten. Heb ik mijn blogpost geschreven. Toen ben ik Knock Off gaan kijken en daarna CMC. Toen ben ik met een nieuw boek begonnen. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje de basic avond, dus prima. Ik wil vandaag proberen om het schilderij af te krijgen in de vorm dat hij dus in de lijst gaat. Je kunt het dus op twee manieren doen. Ik had gisteren eventjes gevraagd aan mijn moeder en Nathalie wat hun vonden. Hun zeiden allebei toch dat de lijst onzichtbaar was, dat dat mooier was. Ik vind het zelf in de lijst wel heel mooi, maar het probleem is dat je hem dan bij moet knippen. En dat zie ik zelf niet zo zitten. Dus ik denk dat ik hem dan toch om de lijst heen ga doen. Want dat knippen, ja, ik zie mezelf dat gewoon niet doen. Dan ben ik bang dat het misgaat en je kunt het niet overnieuw doen.
En als ik hem er nou omheen doe, dan kan ik hem altijd later nog een keer wel veranderen van in de lijst. Dus ik ga hem er dan toch maar overheen doen. In de slaapkamer is het misschien ook wel mooi zonder lijst. Dus dat ga ik even proberen. En ik moet even de kwasten nog wassen. En ik wil nog eventjes wat doen in mijn blog en YouTube-boek. Maar ik moet maar even kijken hoe ver ik ga komen. Kijk, als het vandaag niet heel erg lukt met die lijst, kan ik het morgen ook nog doen. Want we hebben dit weekend geen voetbal in de vorm dat Ajax moet spelen. Er is wel voetbal, maar die wedstrijden die interesseren mij zelf niet. Ajax die heeft donderdagavond gespeeld. Die hadden gewonnen. Daar heb ik ook naar gekeken. Zat ik in mijn Ajax-shirt. Hartstikke warm. En daarom hoeven ze dit weekend niet. En dat is volgend weekend volgens mij ook zo. Maar dat weet ik niet precies uit mijn hoofd hoe dat zit. Ik heb lekker de boel openstaan om te luchten. Dat is fijn. Dus ik ga zo eerst even die boekenvideo opnemen. Even stofzuigen, de bakken scheppen. En dan ga ik eventjes verder met die lijst. Dus dat ga ik gewoon in ieder geval eventjes proberen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Maar ik ga eerst maar eventjes die video opnemen. Dan heb ik dat ook weer klaar. Ziet het schilderij dan uit als hij in elkaar zit. Alleen het ophangen, dat lukt dus gewoon nog niet. Dat is een beetje jammer. Een bezweet hoofd verder. Het schilderij zit in elkaar, maar ik krijg hem dus volgende meter aan de muur. Het ophangen lukt me gewoon niet. Ik weet niet hoe dat kan. Die spijkers, het blijft op zich niet kleven. Je hebt gewoon eigenlijk moet je met z'n tweeën zijn. Het lukt me gewoon niet in mijn eentje. Nou ben ik dus niet zo van het opgeven en het liefst wil ik gewoon door, maar ja, het heeft nu gewoon niet zo heel veel zin, want ik krijg hem er gewoon niet aan. Dus ja, ik heb ze wel opgeplakt, maar ja, het schilderij blijft niet echt hangen, want hij moet echt precies in die gaatjes vallen. En ja, wat ik zeg, dat is gewoon niet te doen in je eentje. Niet dat ik opgeef, ik ga er nog wel even mee prutsen van de week, maar ik heb er nu geen zin meer in. Ik ben er nu klaar mee. Ik heb het warm, ik heb niet eens meer mijn bullet journal gedaan. Of mijn blog en YouTube-boek, dat wil ik dan morgen nog even doen. Want er komt volgende week ook weer niks van. Maar het is me in ieder geval niet gelukt. En daar baal ik echt onwijs van. Ja, ik kan er voor nu ook eventjes niks anders van maken. Ik ga nog wel even kijken hoe ik het anders zou kunnen doen. Maar ja, voor nu is het project in ieder geval eventjes niet gelukt. Ja, en nogmaals, dat vind ik gewoon heel irritant. Ik ga in ieder geval zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik de BNB Vol Liefde kijken en de quiz met ballen. En ik denk nog even verder met GTA ook. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ga in mijn hoofd even bedenken naar een oplossing om het schilderij aan de muur te krijgen. Want dat blijft nu een beetje spelen. Verder ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. De camera is ook leeg, dus film even mijn telefoon, die moet weer op de oplader. En ja, verder eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik ga weer Knokhof kijken en CMC en dan ga ik lekker mijn boek verder lezen. Maar goed, ik heb nu gewoon even een bouwmoment omdat het niet lukt met het schilderij. Maar
Ja, op de een of andere manier gaat het wel goed komen. Maar voor nu kan ik in ieder geval eventjes niet zo heel veel mee. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Ik ga straks wel mijn nagellak eraf halen, want het is helemaal lelijk. Want ik ben er voor nu eventjes gewoon klaar mee. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 27 augustus. Ik zit heel even nog op de bank. Ik ga zo wel eventjes aan de gang. Ik moet even goed stofzuigen. De bakken weer scheppen. De groenten moet even afgehaald worden. En ik wil eigenlijk nog even dat zwevende plankje ophangen in de slaapkamer. Want ik ga vrijdag de slaapkamer weer doen. En dan hangt het gewoon. Dat vind ik wel fijn. Dan kan ik hem daarna ook gewoon eventjes inrichten. Gisteravond heb ik de B&B Vol Liefde gekeken. Dat was de laatste uitzending. Ik was op zich nog wel verrast. Ik had niet alles zien aankomen wat er gebeurde. Maar was op zich ook wel prima. Maar ja, dan hebben we vanavond dus de reunie. Maar ik baalde een beetje. Ik zat shownieuws te kijken. En ja, daar werd al een beetje vooruit gekeken. Dus had er al eentje de reunie gezien. Toen zei ze al wel, niet spoileren. En dan zeiden ze toch een paar dingetjes. En dat vond ik toch wel jammer. Zo weet ik bijvoorbeeld nu al dat er 2 koppels nog over zijn van de 4 die er zijn. En ik, ja, dat vind ik dan toch wel jammer, zeg maar, dat dan toch al wel gezegd wordt. Maar ja, goed. Misschien had ik moeten wegzeppen. Dat was ook een optie geweest, maar dat heb ik niet gedaan. Na de B&B Vol Liefde had je concert Het Zie. Daar heb ik een klein stukje van gekeken. Ik heb ondertussen ook nog even GTA gedaan, maar ik zit weer zo vast als wat. Dus het was weer een hele moeilijke opdracht, zeg maar. Toen heb ik daarna nog even de quiz met ballen gekeken. Dat was ook de laatste, want volgende week begint de programmering weer een beetje. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte, zover het kon, in elkaar gezet. Toen ben ik weer lekker Knok Off gaan kijken en daarna CMC. Dus was verder een prima avond. Nog even lekker mijn boek gelezen. Dus eigenlijk was alles wel gewoon, ja, zoals ik het wilde hebben. Zoals ik het een zaterdagavond wel lekker vind. Dus dat was allemaal prima. Ik heb alleen heel erg kramp aan de zijkant van mijn been. Dus ik kan daar heel moeilijk op liggen nu. Er zit een soort van kramp in. En zitten is ook niet echt heel erg lekker. En als je dan s'avonds zit ik altijd met de kat. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed. Ik ga eventjes dus nu stofzuigen. En dan even eerst de grond afhalen. Dan zal ik jullie nog even meenemen als ik het plankje ophang. Ik heb nog eventjes 2 nieuwe plakspijkers erbij besteld. Die beter zijn voor het schilderij. Want diegene die ik heb, die werken dus niet zo lekker met dit schilderij. Die komen dinsdag binnen, dus dan hoop ik dat ik die ook op kan hangen. Maar zoals ik gisteren al zei, het is best lastig in je eentje. Maar ik ga het gewoon proberen. Ja, dat is het eigenlijk voor nu eventjes. En ik zal straks ook nog even de fotospullen laten zien. Maar nu eerst maar eventjes mijn eigen dingen doen en even zorgen dat het plankje komt te hangen. Dit plankje hangt ook. Hij lijkt wel een beetje scheef te hangen. Maar volgens mij passen de spullen er wel op. En het viel nog best wel tegen. Ja, mocht het niet zijn, dan zou ik hem even moeten veranderen. Maar ik kreeg hem nu niet beter als dit. Dus ik ga het gewoon even zo proberen. Maar ik ben blij dat hij hangt. Want het viel echt nog wel een beetje tegen. Maar goed, het is gelukt. Dus ik ben er wel weer blij mee. Dan even de fotospullen. Ik heb hier 2 lipsticks. Dat zijn de... Ja, die bom lipsticks met die paarse huls van Catrice. Dus die ga ik uitproberen. Dan heb ik hier nog een mascara van Miss Sporty. Die ik ga proberen. Extra Black Lash Building Mascara. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. En deze nagellakjes van Essence ga ik fotograferen. Dat ga ik nu eventjes doen. Het waait inmiddels, maar ik heb het echt bloedwarm door het klussen. Maar goed, ik ga dit nu in ieder geval eventjes fotograferen. Zo, alle klusjes klaar die ik moest doen. De foto's zijn klaar.
Het plankje hangt. Nu is het buiten aan het regenen, wat wel lekker is. Ik kreeg wel steeds meldingen, maar het zette niet echt door. Maar nu is het begonnen. En ik heb zelfs nog even dat boek bijgewerkt van het blog en YouTube kanaal. Het is toch nog best wel weer ver gekomen vandaag. Ik had gisteren nog een schrikmoment. Ik zat op de bank en ik zag ineens op mijn shirt een beest zitten. Dus ik sprong van die bank af. Toen belandde dat beest op de bank. Toen heb ik hem uiteindelijk wel weg kunnen halen. Maar het was een beetje een bruinachtig beest. Wat het precies was, weet ik niet. Ik ben niet zo heel erg thuis in de insecten. Maar dat vond ik ook niet zo heel leuk. Maar het was weer even een schrikmoment. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Strakjes lekker douchen en eten. Nou, vanavond kijk ik dus de reunie van de B&B. Want ik ben heel erg benieuwd. Ik moet even kijken of Hudson en Rex opgenomen staat. Als het goed is wel. Ik ga sowieso nog even verder prutsen met GTA. Ik ga mijn nageltjes doen. Die heb ik gisteren helemaal even de blauwe eraf geveld. En dan ga ik mijn foto's bewerken. Dan ga ik knokkels kijken en daarna weer de jacht. Dus dat is het dan ook. Dus verder niet zo hele bijzondere avond. Even lekker mijn boek verder lezen. Maar gewoon ook wel weer lekker relaxed. En hopelijk dit keer zonder beesten. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder eventjes in de relax modus en niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen dan tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is 28 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik vind het wel lekker dat de boel open kan. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd hoeveel graden het is. Want het is inderdaad gewoon lekker fris. Dus dat hoop ik in huis een beetje door te trekken. Ja, het is 20 graden. Er is geen regen voorspeld. Nou, prima. Gisteravond. Nou, ik heb lekker gegeten. Dat was prima. Toen ben ik de reunie van de B&B Vol Liefde gaan kijken. En ik vond het leuk dat ze het zo uitzonden. Ik vond het wel heel leuk om te zien. Je zag de deelnemers ook toch wel op een andere manier. Dat vond ik wel leuk. De grote vraag was natuurlijk van de liefdes die er waren. Zijn ze bij elkaar gebleven, ja of nee? Nou ja, er bleven dus twee koppels over. En dat wist ik dus al een beetje. Maar ik wist natuurlijk niet wie dat zouden zijn. Ik vond wel, er waren dan ook meerdere deelnemers, zeg maar, gekomen. Niet allemaal hoor, maar die dan daarmee hadden, die dus waren afgereisd, zeg maar, voor de B&B-eigenaar. En sommigen die zaten er ook wel een beetje voor Jan Doedel bij, want er werd dan ook niks aan gevraagd. Dan denk ik, oké, ja, je bent erbij, leuk voor de show, maar er wordt helemaal niks aan je gevraagd. Dat vond ik wel, maar goed, ja, anders dan wordt het misschien ook een hele lange uitzending. Dit duurde dan anderhalf uur. Maar het was op zich wel leuk om te zien wie er nu nog samen waren en wie niet. Ja, en hoe dat in de toekomst gaat, dat zul je vast nog wel een keer tegenkomen op social media of zo. Maar ik vond het wel leuk. Ik heb mijn nagels gelakt. Ze zijn deze gele kleur. Ik hoop dat die het... Ja, ik vind hem alleen niet zo mooi dekkend. Het is dit kleurtje. Die heet Power to Sunflower van Essence. Volgens mij staat mijn... Ja, kijk, hij stond weer uit. Deze is het. Nu gaat hij hem goed scherp stellen. Dit is nummer 53. Ja, en op zich ziet het er zo wel mooi uit. Maar als je van dichtbij kijkt, zie ik toch dat de dekking niet helemaal fantastisch is. Dus dat is wel jammer. Ik heb nog eventjes GTA verder gedaan. Ik heb nu een andere opdracht gedaan. Want ik heb die ene opdracht nog geprobeerd, maar die was echt heel moeilijk. Het ging op zich nu wel lekker. Alleen op het laatst wist ik even niet meer wat ik moest doen. En toen ben ik ook gestopt. Ik heb de foto's bewerkt. Dat is allemaal prima. Ik ben al bezig geweest met weer een persbericht voor Catrice. Dat is ook goed. En daarna ben ik lekker weer knokoff gaan kijken en de jacht. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Dus dat was verder de avond, verder prima. Ik ga hier zo aan de gang. Ik ga de bakken doen van de katten, de gang, de douche er eventjes grondig gebeurt. En ik heb de vetdoeken uitgeprobeerd die ik van mijn moeder had gekregen. En dat ga ik jullie eventjes laten zien. Want die heb ik dus eventjes geprobeerd. En ik dacht, nou, wel even leuk om dat in een vlog mee te nemen. Ik weet niet of ze nog bij de Aldi zijn hoor. Want ja, soms heb je mazzel dat dingen langer blijven liggen. Maar ja, ik vond het wel, vind het wel fijne doeken. Dus ik ga jullie daarin meenemen. Dus ja, dat is voor nu de planning. Dus even muziek aan en eventjes lekker aan de gang.
Ik moet weer even dit gedeelte van het aardig schoonmaken. Dan ga ik dus ook even de vetdoeken bij gebruiken. Om ook even de tegeltjes te doen. Dan kan dit even allemaal ontvet worden. Want het is allemaal weer erg vet. Dus dat ga ik nu ook gelijk eventjes doen. Ik had alle spullen van de Sensei al afgewassen. Dus dat ga ik nu mooi ook even doen. Wel heel mooi geworden. Je ziet veel minder strepen. Het ziet er echt heel schoon uit. Dat is heel fijn. Ik heb ook hier de hele boel weer helemaal schoon. Dus de airfryer heb ik ermee gedaan. En ook de koffiezetapparaat. Dus het is allemaal wel weer heel erg lekker schoon. Dus dat is weer heel fijn dat dit hoekje schoon is. Zo, dat is weer mooi klaar. Ik vond het wel weer een beetje warm. Maar dat komt dan omdat je bezig bent. Maar op zich ging het wel goed. Ik heb... ja, eigenlijk gewoon alles weer gedaan. En ja, de bakken lekker schoon, de douche weer uitgebreid schoongemaakt. Toen dacht ik, oh ja, ik had even dat nieuwe haakje erop moeten doen. Maar dat doe ik dan van de week eventjes, want die lag nog boven. En ik had net de trap omhoog gedaan. Dus dat ga ik van de week even doen. Maar alles is in ieder geval weer lekker schoon. Even de tegeltjes ook weer ingezet met zo'n spray. En dat heb ik gewoon eventjes ingevreven. En dan kan ik het gewoon met douchen even afspoelen. Dus ik ben wel weer tevreden met wat ik heb kunnen doen. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb overal rode bultjes. Ik weet niet waar het van komt. Ja, ik heb geen idee. Het zal wel weer wegtrekken. Ik heb ook nog steeds heel erg last van dat been. En ja... Het lijkt een beetje of het je hamstring is, maar dat kan bijna niet zijn. Want ik heb toch het idee dat dat meer een blessure is voor echt actieve sporters. En ik bedoel, ik sport wel, maar dat is niet actief als wat een echt een sporter doet. Maar goed, zal er uiteindelijk ook wel weer uittrekken. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond hebben we natuurlijk goede tijden, slechte tijden. Het vervolg op de cliffhanger. Ik ben ook wel inmiddels wel nieuwsgierig geworden hoor, dus ik heb er wel zin in. Ook een nieuw seizoen van Chateau Meiland, dus dat wordt ook wel weer leuk. Ik ga nog eventjes gamen, dan ga ik de video van morgen in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Knokkel verder kijken, echt wel een goede serie. En daarna weer verder met de jacht, dus dat wordt het verder ook. Dus ja, niet een hele bijzondere avond, maar gewoon op zich gewoon lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb ook eigenlijk niks meer te vertellen. Ja, ik ben nog steeds een beetje zoekende naar een mooi plekje voor dat... ja, een mooi gedenksteentje van mijn opa. Ik ben echt aan het zoeken en ik weet gewoon nog niet hoe of wat. Want ik wil het gewoon veilig neerzetten, maar je zit een beetje met het snoer. En ja, ik heb niet zoveel stopcontact, dus dat is een beetje lastig. En daar zit ik al dagen mee in mijn hoofd. Maar misschien moet ik het proberen, ja, gewoon een beetje los te laten. Maar ja, ik wil het gewoon graag neerzetten, maar ik weet nog niet hoe. Maar goed, ik ga er nog wel even over brainstormen. Ik ga bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 29 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ben even naar de brievenbus geweest om te kijken of de spijkers al bezorgd waren. De plakspijkers, maar die zaten er helaas nog niet in. Dus ik ga er vanuit dan morgen. Ze zouden wel vandaag bezorgd worden. Maar ja, kan bij PostNL soms zo chaos zijn dat het op zich laat wachten. Dus die zijn er nog niet. Dus ik kan niet verder met mijn schilderij. Maar op zich ga ik het van de week gewoon doen. Ik merk dat ik wat meer last heb van mijn spieren. Ik heb bijvoorbeeld heel erg last van de spieren in mijn benen en in mijn armen. Die pols die speelt ook weer heel erg op. Ik heb er altijd wel last van blijven houden van die ontsteking. Maar ik merk nu dat het de laatste dagen echt weer erger is. Misschien toch omdat ik te veel doe hoor. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
Maar ja, op zich is een beetje rustig aan dan ook niet heel verkeerd. Al vind ik dat altijd wel een beetje lastig. Maar ja, soms is het niet anders. Gisteravond heb ik gekeken naar het nieuwe seizoen van Goede Tijden. Ik zag wel dat er al wat commentaar op was. Ik vond zelf ook wel wat vaagheden erin zitten. Zoals er nu naar uitziet, heeft iedereen het eigenlijk overleefd. Alleen er is één bijpersonage ineens verdwenen. Die was eigenlijk de oorzaak van het hele ongeluk. En die is verdwenen. Die hebben ze niet gevonden. En waar die is, echt, Joost mag het weten. Ja, haar zoon die stuurde er een appje en hij kreeg een reactie terug. Dus mijn moeder zei ook al, huh? Zie ja, ik snap het ook niet meer. Maar goed, we gaan het vanavond wel verder zien. Ik ben op zich wel heel erg benieuwd hoe het verder loopt. Ik vond het op zich ook wel weer leuk. Ik heb ook heel eerlijk gezegd, ik heb het niet per definitie gemist. Maar ik vind het ook wel weer leuk dat het begonnen is. Daarna Chateau Meiland. Nou, dat was ook weer een en al gezeur en gezeik natuurlijk. In dat pension en weet ik veel wat allemaal. Dat was op zich ook wel weer leuk. Toen ben ik even gaan gamen. En heb ik de video in elkaar gezet. En mijn blogpost geschreven. Dus ja, dat ging eigenlijk allemaal wel vlot. Daarna weer Knock Off gekeken. En dat wordt nu ook wel echt. Er komt nu wel echt meer spanning in. Dat je ook echt. Het is wel een serie waarvan ik denk ik zou hem door willen kijken. Dat doe ik dan niet hoor. En toen nog even de jacht. En ja, dat vind ik ook wel heel mooi. En toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. Dus vanavond mag ik weer een nieuw boek starten. Dus ja, eigenlijk allemaal wel een prima avond. Ik zit nu even anders, want een tijgertje ligt op het kleed te slapen. Ik vind het gewoon zielig om haar daar weg te halen. Ik heb wel even de ventilator aanstaan. Het is zo wisselend. Ik lag in bed. Ik had het warm. Ik denk, oh ja, het ventilator aan. Toen kreeg ik het weer koud, ventilator weer uit. Je bent heel erg zoekende. Het is in huis nu 23 graden. Dus het is een half graad afgekoeld. Maar goed, ik ga zo even stofzuigen en de bakken scheppen. Ik moet even naar boven lopen om te kijken of ik nog handschoentjes heb. Want mijn handschoen is lekker. Dat is natuurlijk niet zo lekker. Dan ga ik daarna video even opnemen. En nog eventjes Diamond met Painting doen. En dat is het dan ook. Dus ja, ik ga daar nu maar eens eventjes aan beginnen. Dus ik zal jullie met Diamond Painting nog wel eventjes meenemen straks. Zo, de katjes hebben net lekker hun eten op. Ik heb nog eventjes lekker aan mijn Diamond Painting gezeten. Was ook wel weer eventjes fijn om te doen. Ja, ik vind het altijd wel weer eventjes leuk om daarmee bezig te zijn. Nou, video opnemen ging ook goed. Ik heb de spullen ook alweer eventjes opgeruimd die ik daarvoor gebruikt heb. Dus dat is ook altijd wel weer lekker. En is gelijk weer wat meer opgeruimd in huis. Vind ik wel fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer Goede Tijden. En ook een nieuw seizoen van 4 handen op 1 buik begint. Vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Ik schakel dan wel zeg maar in pas na Goede Tijd. Dus dan kijk ik hem vanaf het begin. Want anders dan mis je een deeltje omdat het altijd iets eerder begint. Nog even gamen en de vlog afmaken, foto's bewerken, Knock Off kijken en de jacht en een nieuw boek beginnen. Daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Ik wil nog wel even terugkomen op het opnemen op het kastje. Dat heb ik nu inmiddels in kunnen schakelen. Ik weet niet of ik dat nou al had verteld. Maar ik merk inderdaad nu het verschil. Ik heb voorheen bij het oude kastje stond er een soort van videocameraatje bij als ik op ging nemen. En nu staat er een wolkje bij. Dat betekent dan cloud. Maar nu snapte ik ook wel waarom ik geen gebruik kon maken van de nieuwe functies. Want er werd omschreven als je kunt onbeperkt opnemen. Dat kon ik met dat andere kastje niet, want hij nam het letterlijk nog op het kastje op. En nu is het dus in de cloud. En daar kun je dus wel onbeperkt opnemen. Dus ook meerdere programma's, zeg maar, bij elkaar. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel een verbetering. Ik vind het wel jammer, eerlijk gezegd, dat T-Mobile toendertijd eigenlijk niet heeft nagekeken of mensen nog een oud kastje hadden en dat ze uit zichzelf hebben omgeruild. Want ik merk nu echt het verschil dat dit veel lekkerder loopt met het nieuwe kastje als met dat oude kastje. Dus fijn dat het opgelost is, maar ik vind het wel jammer dat je daar dan zelf achter moet komen. Maar goed, dat is gewoon eventjes een kleine, ja, klein iets waarvan ik denk, ja, dat zou beter kunnen, maar het is fijn dat het nu allemaal goed werkt. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!